gaan bij de lokale omroep weer een nieuwe serie popquizzen opnemen. Maar we zoeken nog nieuwe kandidaten. En ken je bijvoorbeeld deze gitaarsolo? Ja, voor de kennis, dat is natuurlijk Fleetwood Mac. Of ken je deze gave intro? Ja, Madonna. Of weet je bijvoorbeeld van welke band dit album is? Of kom je deze albumtitel bekend voor? Deze foto. Die band? Geef je dan snel op en doe mee. Schrijf een mailtje naar redactie@rtv-apeldoorn.nl. Wij zitten hier op je lijst en we vinden het leuk om jou te zien bij de Popquiz, de tweede serie. Tot dan. Yeah.
gebaat tussen licht en donker, zoals oogstrijd tegen bang. Een belofte in een nieuw leven dat wij samen waar hopen te maken door het aanbieden van deze check. Ik zou willen vragen of mevrouw Brahma van het Borstkankeronderzoek naar voren wil komen. Mevrouw Radema, welkom. Fijn dat u er bent. We hebben het ongelovige bedrag opgehaald van 18.680 euro. Ik wil u dit graag overhandigen, zodat ik zeker weet dat het veilig bij Dr. Anders Karijn Suikerbuik aankomt. Want zij doet het onderzoek naar dit borstkanker. Alsjeblieft. Ja, dank u wel. Ik zou graag willen vragen of mevrouw Sylvia Taalman van KIKA Kinderen Kankervrij even naar voren wil komen. We hebben als nevenactie voor de KIKA de beertjes verkocht en sleutelhangers verkocht. Want wat is nou belangrijker dan dat daar ook iets voor gebeurt. En we hebben daar een bedrag opgehaald van 3.280 euro. En die wil ik u graag overhandigen. Alsjeblieft. Uw enthousiasme en doorzettingsvermogen is, hoe kan het ook anders, niet onopgemerkt gebleven. De diverse koren hebben uw verdiensten onder de aandacht gebracht van het college van burgemeester en wethouders. Het is vanwege al deze verdiensten dat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om u de gemeentelijke erepenning toe te kennen. Uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving van de gemeente Apeldoorn. Het zal duidelijk zijn dat u ruimschoots aan deze voorwaarden voldoet. En graag wil ik u daarom de erepenning overhandigen. Ik ben erg onder de indruk. Dat had ik dus nooit verwacht. Maar dat houden wij geheim. Ja. En u hoort erbij. Dank u wel. Wij behoren ook. Ja. Nou, ik weet niet wie het allemaal voor u wil dragen, maar... Iemand mag het even dragen. Ja, hartstikke fijn. Ja, ik weet niet, mijn microfoon doet het. Ik ben hier... Oh, maar ik... Dus niet toch nog meer, hè? Ik heb helaas geen microfoon meer. Batterij is leeg. We hebben zo lekker lang gezongen. Ik wil nu gaan vragen de vicevoorzitter van de MOS. Parochie, de heer Jos van der Steen, of die even naar voren wil komen. Voor de vele goede en fijne vieringen met jou als dirigent hebben de leden van het Emmanuelkoor gemeend dat jij toch zeker in aanmerking dient te komen voor een onderscheiding. Welke gedachten wij graag ondersteunen. Ik wil daarom graag een brief voorlezen. Geachte pastoor, koorleden en parochianen. Het bestuur van de diocesane Sint-Gregoriusvereniging in het aartsbisdom Utrecht deelt u mede dat het gaarne bereid is aan de jubilaris van het kerkkoor van uw parochie
welke u daartoe hebt voorgedragen, een kerkelijke onderscheiding op kerkmuziekgebied toe te kennen. Wij verzoeken u te willen uitreiken aan mevrouw van Jaarsveld Kevelam, bij gevolg van haar 40-jarig koorjubileum, de eremedaille Sint Gregorius in goud. Ineke, je hebt deze onderscheiding van harte verdiend. En ik ben blij en het is een eer om jou deze te mogen uitreiken. Ik zal hem zo even laten zien. Hè? Perfect. Dragen en zien. Ja, ik zal hem dragen. Ik ben niet gauw emotioneel, maar dit kost me wel een beetje moeite. Ja. Ik heb een, Wat zeg je hierop? Ik ben ontzettend blij. Ik vind het een enorme eer. Ik had het dus nooit verwacht. Maar ik ben er ontzettend blij mee. Heel erg blij mee. Geweldig. Ik doe hem even in een doosje, dan doe ik hem thuis op. En ik ga er gewoon altijd mee lopen. Ja, nee, nu maar. Had ik gewoon een heel nuchter bedankje voor jullie allemaal gemaakt natuurlijk. Maar zoveel mensen, zoveel geld opgehaald, zoveel mensen die gedoneerd hebben, zoveel mensen die hebben meegewerkt om het voor te bereiden, zoveel warmte wat van jullie uitging en van de mensen achter me, van de koorleden. Ja, dat verwacht je toch niet. Dat is bijna niet te begrijpen. Dank jullie wel. Dank jullie wel dat jullie er waren. Dank jullie wel voor de royale donaties. Dank jullie wel dat jullie mijn droom om veel geld op te halen voor het onderzoek hebben waargemaakt. Dank u wel.